heel oude mensen en dan mensen die al een niet zo goede gezondheid hebben. Nick, op pyjamadag. Corona rules the world, of we het nu willen of niet. We doen van alles om het virus te stoppen. Handen wassen. Met water en zeep. Elleboog niezen. Lekker. We raken ons eigen gezicht niet aan. We elleboog bumpen. We Wuhan shaken. We houden afstand. Il faut des mesures pour tenir la distance entre les gens, par exemple. Scholen, cafés, restaurants dicht. Vanaf maandag wordt er in geen enkele school nog les gegeven. Events worden afgelast. In het Sportpaleis en de Lotto Arena gaan er de komende 2 weken geen grote evenementen meer door. We mogen niet meer naar Amerika. For the next 30 days. Dus je slaat massaal wc-papier in. En blijf in uw kot. Ik meen het, hè. Wordt het soms niet allemaal wel nozel eigenlijk? Overdrijven ze niet allemaal? Met al die maatregelen voor een klein griepje. Jesus Christ, voor wie doen we dit eigenlijk? En wel, voor Nick. Hallo? Dag Nick. Hallo, dag mevrouw. Ja, ik weet zo niet goed wat ik moet doen. Niks. Nee? Oké, ik ga gewoon afstand bewaren. Ja, handjes ontsmetten. Goed dat je het zelf al zegt, Nick. Oh, amai, het is inderdaad... Oei, ik heb hier al gemorst. Ja, dat geeft niet. Iedereen heeft dat. Oké. Is dat uw pyjama? Ja. Ik heb de mijne ook aangedaan. Ah, cool. Ah, je zet een beertje. Top. Ik heb een immuundeficiëntie. Dat houdt in dat mijn vechtertjes niet zo goed meer werken. En ik heb ook een nefrose-syndroom. Door het feit dat je ziek bent, ja, moet je een beetje voorzichtig zijn natuurlijk. Ja. Ja, waar moet je allemaal op letten? Ik mag niet ziek worden. Ook zo weinig mogelijk bij zieke mensen in de buurt komen, eigenlijk niet. Ik mag ook niet in grote mensenmassa's, liefst. Mm-hmm. Af en toe denk ik wel eens dat ik blij ben dat ik mijn mama in de auto kan blijven zitten en dat we collect and go hebben en niet in de winkel moeten. Nu al zeker niet met het coronavirus. Mama zich is versproken, zei het carbonara-virus. Wacht, pak jij die? Oké. Zeg, nu met corona, denk je daar veel over na? Ja, ik ben toch wel een beetje bang. De kans is wel iets groter dat ik word besmet en zo. En dat je dan dus naar het ziekenhuis moet? Ja. Sommige mensen die vinden heel het gedoe rond corona, die vinden dat wat onnozel. Ja. Wat zou je tegen die mensen zeggen? Handen ontsmetten, handen wassen, geen handen geven. En niet zagen. Ja. Vind ik goed gezegd van u. Die mensen moeten dat gewoon doen, hè? Ja. Voor jou, onder andere. Ja. Ja. Onder andere voor mij. Hebben jullie allemaal jullie pyjama aan? Dat is een mevrouw die filmpjes maakt. De bedoeling is, ik ga 15 woorden dichten. Goed, eerste woord. Vangen. Hallo, is daar iemand? Je hebt uw dicté doorgestuurd naar de klas. Ging het goed? Ik ga je nog een beetje verder laten opletten.